Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe waren de vier kermissen die we gedaan hebben? We zijn natuurlijk in de Bollenstreek geweest. Ja, we zijn begonnen in Oestgeest. Daar sprak ik een vrouwelijke kermisexploitant. Die was niet zo blij met ons YouTubers. Want ja, wij maken nogal kermisexploitanten belachelijk, kraken attracties af. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ja, dat heb ook nog wel een externe reden. Heb dat. En daar ga ik nog wel een keer een vlog over maken. Een vlog die ik eigenlijk constant uitstel, omdat ik eigenlijk... Ja, eigenlijk ben ik van mening om niet daar een vlog over te maken. Maar ja, het gaat steeds meer gaat het aandringen dat ik die vlog toch ooit een keer moet opnemen. Maar ja, liever stel ik deze vlog uit. Maar in ieder geval, Oegstreest, ja, leuk, leuke kermis. Voor het dorpje Oegstreest vond ik een echt leuke kermis. Mensen die... geen auto hebben, moeilijk met vervoer zitten. Elke keer maar weer naar de grote stad moeten om naar een kermis te gaan. Kon er nu eens een keertje lekker dicht bij huis een kermis bezoeken. Fantastische Wijshoorn, zo'n rupsbaan. Fantastisch, echt een heel oud dingetje. 1946 of zo hoorde ik, 45, 46. Echt een ontzettend oud ding. Ontzettend tof dat die er is. Ik vond het echt een prachtig ding. Het was een beetje kalig, maar jongens, 1946. Heb respect voor zo'n attractie. Ik in ieder geval zeker weten wel. Ik heb echt respect voor zo'n attractie die zo oud is. Ik vind dat gewoon fantastisch. Dus Oegstgeest, ja, klein kermisie. Voor ons is dat een kermisie eigenlijk van niets. Maar ik vond het echt een leuke kermis voor de mensen uit de buurt. Ik vond het echt een leuke kermis. Dus ja, leuk was het in ieder geval. Dan gaan we naar de kermis in Katwijk aan Zee. Ja, Katwijk aan Zee. Ja, tegenvallig. Ik vond er niet veel aan. Stond ook weer een wijshoorn, een draaibank. Beetje het standaard spul allemaal. Stond er allemaal. Je moest betaald parkeren. En ja, wat je er eigenlijk voor terug kreeg, dat was eigenlijk niet veel. Had ik het al na 5 minuten, had ik het eigenlijk al een klein beetje gezien. Ik wou nog wel even alles filmen. Even alles op tape zetten. Voordat we weggingen. Maar ja, Katwijk aan Zee, nee, die viel ontzettend tegen. Daarna zijn we naar Noordwijk aan Zee geweest. Ja, die was wel een stuk leukerder dan Katwijk. Ik vond Noordwijk aan Zee vond ik leukerder dan Katwijk. Was ontzettend koud. Was ook weer enorm, een enorme ramp om mee te parkeren. Jongens, zulke dorpjes waar je betaald moet parkeren. Pleur die uit de kermislijst, want het schiet gewoon niet op. Dan wil je gaan betalen en dan doen die machines het weer niet. Doen die automaten, ja, het staat weer op defect en zo. Jeetje, schuil er mee uit. Ik heb daar echt helemaal geen zin in. Maar op zich was het wel een leuke kermis. Ja, ook weer het standaard spul. Het enige wat wel heel erg leuk was, die had ik al 2 jaar niet meer gezien. Dat was, ja, dat was die, hoe heet dat? Hoe heet dat ding nou? Die blauw met witte was dat. Ik weet, ik zal in de titel hieronder zetten wat het was. Maar in ieder geval, dat was... was dat een afterburner, was dat. Maar ja, ik vind het een prachtig mooi ding. Ik vergeet elke keer de naam. Maar ik vind het een prachtige attractie, vind ik het. Dan zijn we daarna naar Haarlem geweest. Haarlem was echt een leuke kermis. Ik heb me prima vermaakt daar zo. Heel veel aanbod. Ja, ik vond het echt een hele leuke kermis, vond ik het. Ook helemaal achterin, dan kon je nog helemaal rondlopen. Ook nog een soort klein pleintje, wat ook echt helemaal barstens vol met attracties stond. Ik vond het een leuke kermis, ik heb me prima vermaakt. Ja, 11 uur moest de muziek zachter, of de muziek uit. Want ja, de kermis die was precies gebouwd
ja, vlakbij een woonwijk niet echt een handige plek om een kermis neer te zetten. Want ja, je moet wel rekening houden met de bewoners. Dus ja, dan moest de geluid, of in ieder geval de muziek moest uit in ieder geval. En dan moesten ze nog ongeveer een drie kwartier uurtje moesten ze nog draaien. En dan sloot de attractie de sloot. Want 12 uur was alles afgelopen daar zo. In Haarlem. Maar ja, ik vond het wel leuk. Haarlem ook een hele leuke kermis. We hebben weer een leuk weekend gehad. We gaan kijken wat we aankomende week gaan doen. Moet ik altijd even afwachten. Op donderdag krijg ik altijd meestal de lijst. Altijd. En dan gaan we kijken wat we weer volgende week kunnen gaan doen. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal. Goed van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.